Goedemorgen, we gaan weer op een rondje door de tuin. Gaan jullie mee? Oké. Het is vandaag 22 juni. En zoals je kunt zien, is de tuin in volle productie. De gewassen groeien nu bijna met de dag. Je kunt het bijna dagelijks de vorderingen zien. Maar ja, het weer is de afgelopen tijd ook zo mooi geweest met de afwisseling tussen regen en zon. Dit zijn gewoon de ideale groeiomstandigheden. Ook in de kas zijn de planten enorm gegroeid. Vorige keer dat ik jullie meenam op een rondje door de tuin, stonden de tomatenplanten net in de kas. Hadden we ze net uitgeplant. En nu zijn ze al meer dan een meter hoog. Supergroei. En wat het natuurlijk het allermooiste is, er zit bloei in. En even kijken of ik het kan laten zien. Ja, daar is die. Kijk, we hebben de eerste mini tomaatjes. Dit is een grote vleestomaat. Dus deze gaat hopelijk, ik ga ervan uit, nog een heel stuk groeien. Maar dat duurt nog wel een poosje voordat we deze kunnen oogsten. Maar we hebben geduld. En ook de kajot, de komkommerachtige, is goed gegroeid. Hij maakt dankbaar gebruik van de twee steunen die we ernaast hebben gezet. De andere komkommer doet het niet zo goed. Hij begint nu de groei op te pakken. Maar dat heeft wel even een tijdje geduurd. Had ik niet verwacht, want dat is een geënte komkommer. Vorig jaar heb ik eigenlijk alleen mijn zelfgezaaide komkommers gebruikt. En deze doet het eigenlijk niet zoveel beter als die van vorig jaar. Maar ja, kan natuurlijk ook van het weer komen. Ik weet het niet. We gaan het zien. En ook de tomaten buiten doen het gewoon heel mooi. Zoals je kunt zien hebben we een afdakje erboven gemaakt. Zodat de regen de planten niet nat maakt. En er minder kans is op bladschimmelziektes voor de tomaten. Zodat ze een grotere kans hebben om mooie rijpe vruchten te produceren. Ook de buitentomaten hangen vol bloesem. En ook hier hebben we de eerste tomaat. Ziet er goed uit. De aardbeien beginnen nu allemaal te rijpen. Of beginnen te rijpen. We hebben er al heel wat aardbeien van geoogst. Heerlijk. Het allerlekkerste is toch gewoon verse aardbeien uit tuin. Het duurt nog even voordat we hier klaar mee zijn, gelukkig. We kunnen nog even een poosje dooroogsten. Dan daarnaast de paprika planten. Beginnen ook mooi te groeien. Nou, omdat ik ze nu allemaal buiten heb staan, zie je eigenlijk nog weinig verschil. Ik las ergens, volgens mij op internet, ik weet het niet meer precies waar. Las ik dat paprika's in potten het beter zouden doen, omdat de grond daar beter opgewarmd werd. Om eerlijk te zijn, ik zie nog niet veel verschil. Maar als er later in de herfst een koelere periode aankomt, dan gaan die potten naar binnen. Dus dan zullen we waarschijnlijk het verschil wel goed kunnen gaan zien. Afwachten. Hier in dit hoekbed hebben we spruitkool uitgeplant afgelopen maand. De duiven hadden dat ook heel snel door en wilden daar alweer mooi aan beginnen met eten. We hebben er dus wat lijntjes over gespannen. Het ziet er heel simpel uit. Maar het werkt echt super, want vanaf dat die lijntjes er staan, hebben we nog geen last meer gehad van duivenvraat bij deze spruitkolen. Gelukkig. Nou, de zonnebloemen beginnen heel mooi te groeien nu. Dat zijn Titan zonnebloemen, dus die kunnen 3 meter hoog worden. Ik ben benieuwd. De rucola, die vult het hele bed. De kruiden zijn mooi. De valeriaan daar bloeit zo mooi. Ik vind het elk jaar weer bijzonder hoe veel aandacht dat hij naar zich toe trekt. Of aandacht, ik weet het niet, hij is beeldbepalend voor de tuin. Hij geeft echt een zomerstintje aan de tuin. Ik gebruik hem eigenlijk niet. Wij zijn allemaal rustig genoeg van onszelf, gelukkig. We hebben geen rustgevende kruiden nodig. Maar omdat hij zo mooi is, laat ik hem gewoon staan. Wel moet ik er heel goed om denken om hem, om de bloemhoofden, als ze uitgebloeid zijn, uit te knippen. Want hij zaait enorm uit als hij eenmaal zaad heeft gehad. Maar dat heb ik er graag voor over.
Het slaapbed is geplunderd. De boel begon te schieten. Nou, de pluksla in principe nog niet. Die groeide nog mooi door, maar ik heb hem wel afgeknipt. Want er zaten nogal wat slakken in. Vooral naakslakken. Huisjeslakken mogen van mij blijven leven. Maar naakslakken kunnen zo allesverwoestend zijn dat ik daar vrij rigoureus mee ben. We hebben hier vooral ook veel last van Spaanse wegslak. En Spaanse wegslak hoort hier eigenlijk niet. Heeft ook te weinig natuurlijke vijanden. En kan heel snel een grote plaag veroorzaken. Of worden. Vandaar dat we de pluksla helemaal kort gaan houden. We houden de wortels nog even in de grond. Wortels in de grond is beter voor het bodemleven. Je wilt zo min mogelijk kale grond hebben. Kale grond is erg gevoelig voor erosie en voor verwering. Beplanting houdt de grond vast, maar zorgt ook dat het bodemleven voedsel heeft. Want planten vormen suikers bij hun wortels. En dat is dus het voedsel voor het bodemleven. En het bodemleven is juist weer nodig voor de plant, zodat de plant voedingsstoffen uit de grond kan halen. Verder, krulsla. Red sales, daar staat nog wat calendula voor sier om de bestuivers aan te trekken. En ik gebruik de bloemen ook om calendula zalf te maken. Een van onze kinderen heeft nogal een gevoelige huid. En calendula zalf is daar gewoon super voor. Het volgende bed. Nou, daar staan de watermeloenen. Die doen het nog niet heel erg geweldig. Ze beginnen nu net na die warme periode een beetje op te pakken. Watermeloenen zijn natuurlijk ook echt hitteliefhebbers. Ik hoop dat we dit jaar genoeg tijd hebben om echte lekkere watermeloenen te verbouwen. Vorig jaar hebben we er 2 kunnen verbouwen. Die ene was niet helemaal rijp, die andere wel. Dit is een kleinere variëteit dan de vorige. Dit is Sugar Baby. Die vormt iets kleinere meloenen. Waardoor we ook meer kans hebben dat ze op tijd afrijpen. Daarnaast het wortelbed, wortel en ui. Nou, zoals ik de vorige keer al zei, of vorige keer al duidelijk werd, deze is gewoon zo slecht opgekomen. Door de droogte, door de wind die vreselijk afdroogde. Uien zijn er eigenlijk amper opgekomen. Wortelen, hier en daar, het ziet er vreselijk plukkerig uit. Niet heel erg geslaagd. Ik heb er nog aan zitten denken om nog weer nieuwe wortelen ertussen te zaaien. Maar dat heeft eigenlijk niet zoveel zin meer nu. Want deze wortelen die hebben nu al zo'n groot voorsprong. Dat ze de kleinere plantjes die nu nog op zouden komen. Eigenlijk al het licht ontnemen. Ja, waardoor die minder kans hebben. Dus ik heb ervoor gekozen om verderop daar een bed leeg te maken. Daar stond sla wat begon te schieten. En andijvie en rucola, die heb ik helemaal leeggemaakt. En daar komen dan wortelen te staan. De dobbertjes doen het gewoon super mooi. Hangen stampvol. Dus ik denk dat we hier dit jaar wel wat gedroogde erwten van kunnen halen. Daarnaast nog een bed met spruitkool. Die doen het gewoon heel goed. Deze hebben een flinke voorsprong op die andere die ik zo net liet zien. Hier dan, zoals gezegd, komen de wortelen. Hiervoor heb ik nog wat andere dingetjes gezaaid. Sla, soorten en dille. Moet ook een plekje hebben. Nou, de rode bieten doen het geweldig mooi. Vullen het bed mooi op. De aardappelen doen het goed. En ze beginnen te bloeien. Dus, nog een weekje. Anderhalf. Denk ik dat we de eerste aardappelen kunnen eten. De tuinbonen. Dat is ook super. Daar wordt al flink van geoogst. Van onderaf. Zodat de andere peulen nog mooi door kunnen groeien. Maar jonge tuinboontjes zijn toch wel het allerlekkerst. Het volgende bed is het kolenbed met de spitskolen. Er staan nog 4 spitskolen. Nou ja, 3,5 spitskool staat er nog in. En wat boerhagen. Hier heb ik, toen er ruimte vrij kwam, palmkool ingeplant. Zodat die kunnen groeien voor komende winter en komend herfst, winter
kunnen die geoogst worden. Het volgende bed, hier stond sla. De sla is ook allemaal geoogst. Daar heb ik weer venkel gezaaid, knolvenkel, wat op begint te komen. Nou, en hier staat wat snijbiet, wat nog steeds niet helemaal geweldig opkomt. Maar hetgene wat opgekomen is en wat wel goed is gegaan, begint nu dus al te schieten. Vanwege de ongebruikelijke temperaturen. En dan het bed met de wortelen en de uien. Die kunnen geoogst worden. Ik heb afgelopen weken de eerste wortel gehad. Oh, heerlijk. Daar kan echt niks tegen op. Wortel uit eigen tuin. Zo lekker zoet. Zo heerlijk. Dus ik ben blij. En de boerage doet het gewoon super. Moet je zien hoeveel bijen dat erop zijn. Daarnaast staan de peultjes. Bloeien nog steeds. Zijn al flink groot geworden. Zoals je kunt zien. Ze zijn nog groter dan ik. Het is al... Ik denk al wel 1,90 meter ongeveer. Op het pakje stond dat ze 2 meter hoog kunnen worden. Op goede grond. Blijkbaar hebben we goede grond. We zitten bijna op 2 meter. Wat wel jammer is aan deze peultjes. Het zijn red potted peas, zoals ik eerder zei. Nou, ja. Weinig rood. Ik heb gemaild om te vragen hoe dat zou kunnen. Misschien ligt het aan het zaad. Misschien doe ik iets verkeerd. Er komt hooguit een lichte blos rood op. Ik denk dat het de bedoeling is dat ze helemaal rood worden. Of die kleur rood worden. Maar dit is alles. En als ze nog weer wat groter worden, dan verdwijnt het rode. Helaas. Aan de voet van de peultjes heb ik nog wat draapsteeltjes gezaaid. Beetje in de schaduw, zodat ze het wat koeler hebben met de warmte die gaat komen. Alleen hebben ze nogal wat last van aardvloot, denk ik. Er zitten overal kleine gaatjes in. Dus ik denk niet dat er veel van gaat komen. Nou, de rode kolen groeien super. Ze hebben wel wat last van de warmte. Op de warme dagen zijn het echt van die drama queens. Dan laten ze hun bladeren helemaal slap op de grond hangen. Alsof ze schreeuwen om water. Maar aan het eind van de dag trekken ze gelukkig altijd weer bij. En de volgende morgen staan ze er weer helemaal fris en fleurig bij. De stokbonen, stoksnijbonen, ze zijn bijna bovenaan. En dan kunnen ze mooi bloemen produceren en bonen, peulen. Daarna spinazie, dat is de rondzadige spinazie die ik had gezaaid. Die is beter bestand tegen hete temperaturen. En want dat is ook wel te zien, de spinazie, de scherpzaad die ik hier gezaaid heb, is eigenlijk gelijk in zaad geschoten. Nou, de mosterd doet het gewoon super. Ik heb het moeten steunen omdat het helemaal over de paden ging. De spinazie eronder heb ik laten staan, daar wil ik graag zaad van winnen. Maar die valt nu ook al helemaal om. Dus eens even daar wat voor bedenken. Vervolgens de komkommers, gele troskomkommers. Ik had er 4, 5 uitgeplant. 2 doen het goed, die andere 3 zijn niet zo heel erg blij. Ik denk vanwege ritnaalden. Ik heb hier slabij uitgeplant om het bed een beetje te vullen, omdat het natuurlijk nog even duurt voordat die komkommers heel groot worden. Er zijn nog 2 slaapplanten over van de 10 die ik hier heb uitgeplant. De rest zijn allemaal de wortels doorgeknaagd door ritnaalden. Aan de ene kant heel jammer, maar aan de andere kant, omdat ze bij die wortels zaten en ik het op tijd heb kunnen zien, heb ik die ritnaalden er wel uit kunnen halen. Dus het scheelt in ieder geval weer een aantal. Dan het bed met de winterwortels. Die heb ik nagezaaid. Want dat was zo droevig en dat duurde zo lang. Alleen nu het volgende, waar ik al bang voor was. Ik heb dus elke rij nagezaaid. En zoals je ziet, hier komt nog niks op. Maar bij de volgende rij komt wel wat op. Nou heb ik die zaden nog maar 2 weken geleden nagezaaid. Dus de kans is klein dat datgene wat nu gekiemd is,
hier, kijk, een hele rij. Dat dat de zaden zijn die ik gezaaid heb. Ik heb het vermoeden dat de zaden die erin zaten nu beginnen te kiemen. En dat dan over een week, hooguit 2 weken, ook de zaden die ik na heb gezaaid beginnen te kiemen. Dat wordt een vrij vol bed, dus daar zal ik flink moeten gaan dunnen. Nou ja, dat redden we ook wel weer. Daar hebben we dan nog de stamslaapbonen, doen het heel mooi. De eerste bloembeginselen zitten erin. Dus ik denk dat die met dat mooie weer, wat warme weer wat de komende week aankomt, eind deze week wel eens konden gaan bloeien. Hiernaast de stokslaapbonen. Die zijn al op 3/4 van de stokken. Deze zijn ook iets later uitgeplant dan die snijbonen. Dus dat is ook niet zo raar dat ze wat langer erover doen of nog niet helemaal boven zijn. Dan een bed nog weer met spitskolen. En aan het eind koolrabi. Maar ook hier hadden de duiven een feestmaal aan. Dus we hebben er toch maar weer een tunnel over gezet. Ik doe het liever niet. Ik vind het mooier zonder plastic en hulpmiddelen in de tuin. Maar een oogst is toch ook wel fijn. Dus vandaar dat we toch maar weer tunnels moeten gebruiken. Daarnaast hebben we de eetbare bloemen staan. Die beginnen ook al mooi uit te vullen. Ze zijn niet helemaal allemaal op de goede plek terechtgekomen. Vooral deze hier aan de rand. Is eigenlijk wel jammer. Maar ja, verplanten gaat zo moeilijk. Ik denk niet dat ze dat overleven. Moeten we eens even zien hoe we dat doen. Dat pad waarschijnlijk niet meer gebruiken. Daarnaast de courgettes. Die zijn ook heel mooi op gang. Je kunt nu al zien dat dit enorm grote planten gaan worden. Daarnaast het bed met gele bieten. En Siochia bieten. Nou, de gele bieten zijn heel slecht opgekomen. Dus ik heb wat bieten nagezaaid. Siochia bieten, want mijn gele bieten waren op. En die komen gewoon heel mooi uit op. Die beginnen heel mooi te kiemen. Ik heb hier een andere methode gebruikt dan eerst. Dit is de multi-sow methode. Het is een methode die ik heb gezien, geleerd van Charles Dowding. Een Engelse tuinier die een market garden heeft, dus een commerciële tuin. Hij werkt ook via een no-dig principe, dus een niet-kerende manier van tuinieren. Geen gespit, geen gevroed in de grond. Hij zaait ook heel veel dingen voor en hij doet het dan op een methode dat hij meerdere zaden in één klompje bij elkaar zet. Waardoor je tussen elk klompje iets meer ruimte doet. Maar dat ze een beetje een soort van steun aan elkaar hebben. Dus dat is de methode die ik hier heb geprobeerd. En ik ben heel benieuwd hoe dit uitpakt. Daarnaast. Bonenbed is nu nog leeg. Heb ik voorgezaaid. Hier komen paarse slaabonen. Voor de variatie, omdat het gewoon mooi is. En daarachter staan ook nog stoksnijbonen. Het volgende bed, de broccoli. Nou, de broccoli kan ook geoogst worden. De bloemhoofden zijn nog niet zo heel erg groot. Maar het lijkt erop dat ze beginnen te bloeien. En dat zou natuurlijk jammer zijn. Bij deze is het nog beter te zien. Tijd dat ze eruit gaan. Helemaal met de warmte die voor deze week voorspeld is. Dus, zou het jammer zijn dat ze doorschieten en dat we de oogst missen. Daarnaast nog een platgroentebed met wat meer snijbiet. Deze snijbiet doet het wel heel mooi. En ik heb ook hier wat sla tussen gezet. En daar is ook al het een en ander van geoogst. Daarnaast staan pompoenen, flespompoenen. Die heb ik hier op een rijtje staan. En daar in de binnencirkel staan ook nog wat flespompoenen. Daarnaast de pastinaak. Heb ik ook nog wat nagezaaid. En begint allemaal goed op te komen. Dus hier heb ik nog wel hoop van. Kijk, pastinaak heeft gewoon heel lang de tijd nodig. Heeft ook lang de tijd. Heeft niet heel warm weer nodig om te groeien.
Dus hier heb ik nog wel hoop van dat dit wat wordt. Ik heb er wat preien tussen gezet. Omdat ik daar nog wat ruimte had. En prei en wortelgewassen gaan over het algemeen goed samen. Het volgende bed, de tuinbonen. Tuinbonen die ik nog over had. En je ziet wat een verschil het maakt. Tussen een periode van uitplanten. Kan maken trouwens. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo is. Maar in dit geval, die tuinbonen zijn dezelfde. Aan deze kant zijn dezelfde tuinbonen als deze. En deze zijn veel lager. Bloeien ook niet meer. Zijn eigenlijk op dezelfde tijd opgehouden met bloeien als die andere tuinbonen. Alleen deze zijn nog niet zo hoog. Dus hebben ook gewoon minder productie. Bij tuinbonen is het denk ik wel belangrijk om ze zo vroeg mogelijk in de grond te zetten. Ik zaai ze dan ook voor in januari. Vrachtwagen. Ik zaai ze voor in januari. Zodat ze dan in februari, maart naar buiten kunnen. Ze zijn goed winterhard, dus dat gaat mooi. Het volgende bed daarna is weer een kolenbed. Hier hebben we meiraapjes staan. Die allemaal al flink geoogst worden. En ook hier helaas weer een tunnel. Omdat het nodig is. Met hiervoor Fieldekraut. Een hele grote witte koolsoort. Heerlijk voor zuurkool. En verderop in de tunnel palmkool. Blijkbaar vinden de duiven palmkool ook heel lekker. De bedden daarnaast zijn een soort combinatiebedden geworden. Hier fles. Nee, dat is niet waar. Geen flespompoenen, spaghettipompoenen. En daarachter sla. Hier hebben we zelfs al de eerste pompoen aanzitten. Altijd leuk, die eerste kleine vruchtjes. Het heeft een soort belofte in zich. Van, wacht nog maar even. Over een poosje zul je tot over je oren in een pompoenen zitten. Want pompoenen zijn over het algemeen heel productief. En het laatste bed voor nu. Heb ik preien nog uitgezet. Preien die ik nog over had. En daartussen heb ik wortelen gezaaid omdat ik toch ruimte had. Daar hebben we wat doorlevende spinazie gezet. En hier, deze wildernis van onkruid, zal nog er allemaal uitgetrokken worden. Wat gelukkig niet zo heel veel werk meer is, want de varkens zijn hier al een keer door geweest. Dus die wortels zitten niet zo heel erg vast. Wat erin zit zijn over het algemeen pionierplanten. En de grassen die erin groeien hebben nog niet zo'n verontwikkeld wortelgestel dat het problemen op gaat leveren. Het zal waarschijnlijk nog even duren voordat we hiermee bezig gaan. Want we zijn eerst met de rand bezig. Hier hebben we een bed gemaakt alvast. En daar zit witlof aan de buitenkant hebben we gezaaid. En hier nog wat bieten uitgeplant. Dus dan is het de bedoeling dat we helemaal om het pad nog één of twee randbedden maken. Gewoon omdat het mooi is. En omdat je daardoor ook makkelijker kunt maaien. En de boel bij kunt houden. Want een nette tuin is veel mooier om in te werken dan een rommelige tuin. Ten slotte de binnencirkel. Hier hebben we ook al heel veel dingen afgelopen. Nou, zoals ik net zei, daar staan wat flespompoenen. Ik heb wat zonnebloemen neergezet. En ook wat kleinere zonnebloemsoorten. Teddy zonnebloemen. Van die hele mooie wollige zonnebloemen. Verder, de magieplant is mooi aan het bloeien. Ik denk hoor, mijn bankje. Heel blij mee. Vooral 's ochtends, als de kinderen net naar school zijn, met een kop koffie of kop thee daar zitten. Heerlijk. De zwarte bessenstruik doet het ook heel mooi. Er beginnen nu heel veel blad te vormen en er zitten heel veel bessen in. Niet verwacht, toch gekregen. Top. De rabarber doet het gewoon super mooi. Volgend jaar zullen we hier waarschijnlijk een hele grote oogst van hebben. En dan te bedenken dat al deze planten afkomen van één plant die we gedeeld hebben. Bijna niet voor te stellen toch hoe zo'n groeikracht dat erin zit. Ik heb hier ook nog wat bloemen tussen gezet. Zodat ik als ik van het zomer daar op het bankje zit. Of oogsters mogen er natuurlijk ook gaan zitten en genieten. Dat je omringd wordt door een bloemenzee met zoemende insecten. Heerlijk. We hebben hier nog aardbeien staan.
die mooi aan het rijpen zijn. En de knoflook die hierin stond, begint nu echt af te rijpen. De eerste bollen heb ik al geoogst. Ze zijn niet heel groot. Ze hebben niet echt teentjes gevormd. Wat in principe ook niet zo raar is, want ik heb ze natuurlijk pas heel laat in de grond gezet. Even kijken of ik er eentje uit kan halen. Kijk, dit is het ongeveer, hoe groot ze zijn. Ik heb een paar die wel wat groter zijn. Maar over het algemeen zijn ze zo. De rode uien zijn bijna klaar. Die kunnen er ook bijna uit. De aardappelen staan er nog steeds. Doen het goed. Eigenlijk zit hier geen Colorado-kever meer op. De Colorado-kevers zijn allemaal verhuisd naar de bedden waar we ze niet wilden hebben. Nou valt het me heel erg mee dit jaar. Er zijn lang niet zoveel als vorig jaar. Waar het precies aan ligt, weet ik niet. En dat maakt dus ook niet meer uit welk ras het is. Ze zitten op alle rassen. Het lijkt erop dat we vorig jaar dus echt gewoon zelf een probleem hebben gecreëerd. Door de Texla aardappelen aan te aarden met nieuwe compost in plaats van de compost die er al was. Waardoor ze zoveel stikstof hebben gekregen. Dat je eigenlijk een soort van zwakke planten krijgt. Omdat ze zoveel gegroeid zijn. En het is bekend dat zwakke planten gevoeliger zijn voor plagen dan sterke planten. Dus dit jaar gaan we ook zeker niet meer, of dit jaar en volgende jaren, gaan we zeker niet meer aanaarden met extra compost. Maar doen we het gewoon met stro. Het project met het stro bevalt inderdaad heel goed. Zoals je hier ziet, ze hebben gewoon het hele bed alweer gefilterd. Van de stro zie je eigenlijk amper meer iets. Maar het houdt heel mooi vocht vast. En het gaat onkruid tegen. En we hebben hele mooie gezonde sterke planten. Dit wordt, is de uitbreiding voor volgend jaar. Dit jaar gebruiken we het eigenlijk meer voor onszelf. Voor de eigen productie. We hebben hier veel aardappelen staan. Voornamelijk ook omdat hier veel ritnaalden in de grond zitten. We hebben hier heel veel uitgehaald. Ondanks dat de kippen hier hebben gestaan, hebben we er toch nog heel veel ritnaalden uitgehaald. En waarschijnlijk zitten er nog gewoon heel veel in. En dat blijkt ook wel hier uit ruimtegebrek heb ik hier toch nog wat dingen voor de zelfoogsttuin ingezet. Mais en wat stokbonen, nou de pompoenen. Maar de mais heeft enorm te lijden gehad van de ritnaalden. Er zijn heel veel planten uitgevallen omdat de wortels doorgeknaagd zijn. Dus het is inderdaad nog niet het juiste moment om hier zomaar van alles op te zetten. Ik ben ook heel benieuwd hoe onze aardappelen uiteindelijk blijken te zijn. Of ze bewaarbaar zijn. Of dat ze zo aangeboord zijn door de ritnaalden. Dat we ze niet lang kunnen bewaren. We gaan het zien. Nou, hier heb ik nog wat augurken staan. Wij vinden zelf ingemaakte augurken toch eigenlijk wel het allerlekkerst. En in dat bed naast de aardappelen staan droogbonen. En daar zijn de tuintjes van de kinderen. Dat zal ik ook nog even laten zien. Dat is ook altijd wel leuk om te zien. En de tuintjes van de kinderen. Met hele mooie geschoten sla. Waarvan zij hopen dat we die nog steeds kunnen eten. Gisteren hebben we dan inderdaad twee kroppen sla uit hun tuintjes geoogd en gegeten. Ik verwachtte er niet veel van. Maar het was toch nog verrassend zacht. Het viel me heel erg mee. Nou, ze hebben pultjes, sugarsnaps. Boragebloemetjes zijn ze heel erg fan van. Aardbeien. Je ziet, daar heb ik geholpen met verplanten. Dus die aardbeien zijn mooi aangekomen. Ze zitten nu ook aardbeien aan. Hier hebben ze zelf mogen planten. Ja, die zijn hem niet diep genoeg gezet. Ondanks mijn aanwijzingen. Maar dat maakt niet uit. Daar leren ze van. Nou, dit was hem. Het wordt met warm in de tuin. Ik ga naar binnen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vragen of opmerkingen? Laat ze weten hier in de opmerkingen onder deze video. En ik wens jullie nog een hele fijne dag. Oké, tot de volgende keer. Dag.